Ik struin morgenochtend de rommelmarkten af in Rotterdam. Een beetje snuffelen. En ik vind het een mooie traditie. Het heeft natuurlijk niets met de koningin te maken, maar het is een mooie traditie. Hoezo heeft het natuurlijk niets met de koningin te maken? Nou, ik denk niet dat de koningin haar spullen betrekt van... Nee, zo van. Ik ben dus zelf republikein. Ik geloof dat hele koningsgebeuren wel. En, kijk, zij boos aan. Ja. 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 Jij bent ja, ik ben een beetje eens. Ja. Ja, ja. En wat ik leuk vond van Freek de Jonge was dat hij zei dat hij vroeger in zijn conferentie in de tijd voordat Pieter een beetje zijn gloriejaren had, zoals hij nu zou zijn, dat hij dan op toneel, als hij dacht, nou, ik vind die zaal een beetje lauw, dan zegt hij gewoon drie woorden, zei hij Pieter van Vollenhoven. En dan lag de hele zaal dubbel. Ja, natuurlijk is het niet mislukt. Ze zijn bij elkaar. Maar de man heeft wel een vrij treurig leven gehad. Decennia lang, omdat hij eigenlijk door die familie niet werd geaccepteerd. Dat is in het boek wat jullie over hem geschreven hebben duidelijk gemaakt. Ja. Dus hij heeft een buitengewoon hoge prijs betaald. Ja, dat heeft hij ook, ja. Hij heeft ook zelf gezegd dat hij een aantal jaren gewoon had willen overslaan. Gewoon. En dat is eigenlijk pas sinds een jaar of... Nou, sinds een jaar of zes, misschien vijf of zo, is het pas zo dat het opeens alles begint te oogsten wat hij in heel veel jaren heeft proberen te zaaien. Die Greet Hofmans-affaire was geweest. Dus er waren twee kampen in het Koninklijk Huis. En die bestonden nog een beetje. Het zijn toch een beetje de kneusjes. Wie? Toch? Nou ja, Juliana, Christina. Dat waren nou niet de stoere types uit die familie. Maar ik vind die juist hartstikke leuk. Ik vind Juliana echt vind ik zo leuk. Dat vind ik geen kneusje. Nee, maar als je het over die Hofman-affaire hebt, daar kwam zij als een kneusje uit. Ja. Jij solliciteert niet naar een lintje. Herbertus Bikker, alias de Beul van Ommen, werkte in de oorlog als SS'er en bewaker in een kamp in Ommen. Ik heb maandagavond aangebeld bij zijn appartement in Haspen, Haken, net onder Dortmund. Ik was er 2 jaar geleden geweest, had ik ook aangebeld, ook met hem gesproken en dergelijke. En dus ik belde weer aan en hij deed niet open. Ik belde nog een keer, toen kwam er op een gegeven moment een nieuwe bewoner van zijn flat eraan. En die zei dat hij dood was. En... Een driftige man. En nou ja, goed, dit was tijdens processen. Zou je eigenlijk te zwak en te misselijk zijn om dat proces te doorstaan. Daarom is hij ook vrijgelaten. Maar ja, hij kan nog goed uithalen met die stok, dat zag je wel. Ja. Mijn vader zat in de verzet. Mijn moeder, die woonde op een boerderij in de Schermer. Haar broer is doodgeschoten. De boerderij is verbrand. En ja, ik ben opgegroeid in een milieu van verzet, snap je? We gaan naar meneer Faber, want die noemde je ook, hè? Daar ben je geweest. Ja. Ik ben nog helemaal geen... En sjoegen van wat er ooit gebeurd is met de nabestaanden. Waar zij steeds doorheen moeten gaan. Na de oorlog is hij ter dood veroordeeld. Hij kwam uit een heel slechte familie. Ook omgezet in levenslang. En ontsnapte in 1952 de koepel gevangen. Dat is van Breda. En hoewel ik steeds geloof als er politieke druk wordt uitgeoefend... Hè, dan zou dat nog steeds mogelijk moeten zijn. Hè? Want het is natuurlijk een aanfluiting van de rechtsstaat... als je met levenslang... gevangenisstraf ontsnapt uit Nederland en je woont in je buurland, in het Verenigd Europa. En je wordt niet meer teruggestuurd. Dat is natuurlijk krankjorm, hè? Milaan is een beetje van Feyenoord. San Siro is op het ogenblik helemaal van ons. Je schrijft in jouw boek, dat was eigenlijk dat Rotterdam 30 jaar na het bombardement zijn trots weer terugkreeg. Tussen Lombardkade en Meent had ik een muurtje waar ik met vriendjes tegenaan knalde. En daar liep toen nog het spoorviaduct. Bovengronds, heel mooi. Is jammer genoeg weg. En daar kwamen op een gegeven moment de volgende dag de treinen uit Milaan terug. Al toeterend. Ja, ik heb dat nog steeds op mijn netvlies staan. Toen zijn we gaan Amerikanen. Dat is een soort voetbalspelletje. Zet iemand op doel. En 20 jongens moeten zorgen dat ze de beste zijn. Ja, en toen viel Hein op en toen viel mijn bek open. Ik had nog nooit zo'n bijzondere voetballer meegemaakt als Hein op straat. Je bent Hein op een gegeven moment uit het oog verloren... zoals je de meeste mensen van dat team uit het oog verloren bent. Maar je bent hem later weer tegengekomen en toen is jullie vriendschap hervat. En... Ja, Hein werd 2-3 jaar geleden ziek. Nierkanker, nier verwijderd. Hij leek schoon. Na een half jaar kwamen de kankercellen terug. En ja, de afgelopen 2 jaar heb ik gevraagd... Hein, ik zou het heel erg fijn vinden om je te blijven bezoeken... maar om een boek te voltooien... Zelfs fel over been was hij zijn waardigheid niet verloren. Dat had ik bij iemand die vakkundig wordt gesloopt door meneer Kanker... niet eerder meegemaakt. Peter van der Vorst is boos op Geert Spelien, minister van Justitie. Want wat heeft hij gedaan? Hij heeft de adoptieregels aangescherpt... waardoor het moeilijker wordt om kinderen te adopteren uit de Verenigde Staten. Eigenlijk kun je alleen wat oudere kinderen nog... 5 jaar en ouder met een vrij zware handicap. En dat doen... De meeste adoptieve ouders liever dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Ja. Wil je dat aankunnen, inderdaad. Ja. Dat is jouw...
Levi en mijn vriend Sander. Ja, ja. Sander. Bij de zelfdoelprocedure, waar wij noodgedwongen toe veroordeeld waren omdat homo's alleen daar gebruik van konden maken. Heb je alles zelf erg in de hand? Heb je grip op de hele zaak? Weet je precies waarom de moeder jou uitkiest? Want de moeder bepaalt zelf waar haar kind naartoe gaat. De Amerikanen adopteren graag Chinese en blanke kinderen uit Oost-Europa bijvoorbeeld. De zwarte jongetjes vooral blijven heel erg over in Amerika. Dat is gewoon een feit. Het bizarre is dat Amerika eigenlijk het enige land is waar je als homo vandaan kunt adopteren. Dat verwacht niemand, een conservatief land, maar in heel veel staten kan dat wel. En in combinatie met die hele commerciële kant, ja, ik snap hier spel in. Ik ben het vaak niet met een eens, zeker niet bij de bijvoorbeeld. Maar is het dan beter voor een kind om in zo'n kinderthuis te blijven zitten? Is dat beter tussen lijmsnuivers op te groeien? Wat is beter? Denk ik.